Zou jij het aandurven je leven voor 1 maand totaal in de handen van je beste vriend of vriendin leggen? Alle keuzes die je normaal gesproken zelf zou maken, worden dan ineens door iemand anders gemaakt voor je. Ja, ik weet het niet. Ik hou van mijn beste vriendin hoor. Die is zo gek als een deur, maar juist daarom, ik weet niet waar ik zou belanden. Maar Mattin, die durft het wel aan met zijn beste vriend Vincent en maakte daar een film over. En de hele Funnic Studio staat ook vol met een cameracrew. Gezellig. Ja, klopt. Ja, want waarom wilde je eigenlijk dat je leven werd overgenomen? Het idee was dat ik bepaalde dingen toch wel heel lang had laten liggen. En die had Vin ook eigenlijk al uitgesproken voordat het idee van de documentaire überhaupt kwam. En hij zag dat ik een duwtje in de rug nodig had wat dat betreft. En ik was het 100% mee eens. Ja, want je hebt het over dingen laten liggen. Waar moet ik dan aan denken? Toch wel een bepaalde slur die ik op een gegeven moment had in mijn latere leven. Waardoor ik eigenlijk heel veel stappen niet heb ondernomen. Zoals muziek maken, waar ik merk waar ik mee bezig was. Uit huis gaan bijvoorbeeld, had ik ook eigenlijk nog niet gedaan. En dat zijn onder andere een paar stappen inderdaad die jij... Het schoot gewoon niet op eigenlijk. Nee. Jij was gewoon niet lekker bezig. Had een schop onder je hol nodig. Ja. Ja? Ja.